Ya. Deze was zeker pittig, weet ik zeker. Je kon hem met één speler kon je hem al niet halen. In één speler kon je hem al niet halen. En met twee spelers was het ook ontiegelijk moeilijk. Ja. Ik neem Goku wel. Ik neem Goku wel. I'm a Saiyan raised on Earth too. No reason to go easy on each other. Know what I mean? Ja, Vegeta zit ook op mij trouwens. That was one heck of a move. Pretty good. I'll show you what I've got. Oké, Kokos en Kyoken. What happened? Nog niet doden? What a pain. Dus eerst elke keer Vegeta. What? I am being pushed? How is this possible? Yeah. Darn it! This can't be! Maar waarschijnlijk is die van Goku ook dood. Of nee. Oké. Oké, hij gaat nu ook super zijn als het goed is. Stop. Ga ik opgooien. Stop. Fool. This is getting annoying. Oké. Oh. Come on. This is pathetic. Ja. Wat? Waarom is die onder de map? Ik ga eens even kijken, kan ik niet naar hem teleporteren? Nee. Why? Waarom is die onder de map? Fuck! Als je nou gewoon probeert, ja, dat kan natuurlijk niet, hè? Ik kan iets lokken. Ja, ik weet het. Ik ga gewoon proberen te gooien. Maar dat gaat niet lukken natuurlijk, want daar gaat helemaal de andere kant op. Hij probeert telkens te teleporten, maar die gas, jongen. Lol. Dat gaat echt... Als ik nou probeer te springen, als hij nou hier komt bij die muur, dan kan je misschien nog punchen. Dan moet je even hier komen. Hij komt gewoon hier.
Boven te krijgen, zodat hij misschien eventueel. Nou, dat gaat niet lukken, hè? Ja. Jongen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb het wel gehoord over een expert met die apen. Je bent namelijk een mee er doorheen. Oh, ik ben gelokt. Wat ik nu aan het doen ben, weet... Hey, ik ben buiten de map. Ik ben TKO. We might as well stop. What the fuck, man? Ik wist dat ik kon teleporteren uit de map, maar hoe zou ik binnenin moeten komen in godsnaam? Nee, maar ik teleporteerde met zo'n X met stamina, weet je wel?